Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik dacht het is wel een keer leuk om jullie weer mee te nemen in een vlog, in een dagvlog in de winkel. Ik heb vandaag heel veel te doen. Ik krijg heel veel nieuwe dingen binnen. Ik heb hier ook heel veel moois binnen gekregen. Veel droogbloemen en dat soort dingen. En er komen vandaag nog heel veel dingen binnen. Dus ik dacht ik ga ook heel veel bloemwerk maken. Ik neem jullie gewoon mee. Daarnaast is het een beetje een soortje in de winkel. Dus dat ga ik ook opruimen. En heel veel pakketten inpakken. Dus genoeg te doen. Ik neem jullie een dagje mee in de winkel, dus kijk gezellig mee. En voor de mensen die me niet kennen, ik ben Carlijn Tukkers en ik deel voornamelijk eigenlijk DIY video's hier op het kanaal. Als je wat op de achtergrond hoort, Bloem is hier de plantenbak. Bloem is hier zijn brokjes aan het opeten. Dat is mijn hondje, ik zal het zo laten zien. Ik deel voornamelijk DIY video's op mijn kanaal. Gratis cursussen bloemschikken en dat soort dingen. Maar in de winkel maak ik natuurlijk ook heel veel leuk bloemwerk. Dus dat vind ik ook leuk om af en toe te delen. De laatste tijd is er geen vlog online gekomen. Maar ik kreeg er wel heel veel de vraag naar. Dus ik deel het gezellig vandaag met jullie. En gauw aan de slag. Ik ga de deur open doen en dat soort dingen. Het is natuurlijk nu allemaal wat anders in verband met de lockdown. We mogen wel buiten wat neerzetten, maar de mensen mogen niet in de winkel komen. Dus ja, dat is allemaal nog wat anders. Maar goed, die situatie is gewoon niet anders. Daar heb ik me eigenlijk gewoon bij neergelegd. Ik doe wat wel mag en kan en dat soort dingen. Dus ja, maken we het beste van vandaag. Kijk gezellig mee. Ik ben vanmorgen al begonnen met een begin van de bestellingen. Maar dit is echt nog lang niet alles, dus dat ga ik straks afmaken. En voor de mensen die zich afvragen hoe doen we dat nu in coronatijd, want je mag de mensen niet in de winkel laten. Het is natuurlijk allemaal wat lastiger. Ik heb best wel een winkel met heel veel glas. Dus de voorkant en de zijkant is allemaal glas. Dus hier achter mij hebben we alle planten neergezet, zoals je kan zien. En ook bloemstukjes met voorjaarsbolletjes en boeketjes. Dat heb ik daar straks nog bij, ga ik zo even bij maken. Staat dan in een ander, maar dat staat dus allemaal in de etalage. Kunnen mensen vanaf buiten zien wat we allemaal hebben. Eventueel bestellen en afhalen. Dus op die manier lossen we het toch nog een beetje op. En kunnen de mensen toch nog een bloemetje halen, mochten ze dat willen. En er is altijd keus genoeg, zoals je ziet. Dus ja, als mensen dan toch een plantje willen in huis. En het toch thuis gezellig willen maken, dan kan dat gewoon. Dus op die manier hebben we dat eigenlijk opgelost. En zo maken we gewoon het beste van. Ik wil jullie nog even laten zien. Ik heb gisteravond laat nog even een video opgenomen met droogbloemen. En die vind ik zelf zo gaaf. Dus die wil ik even laten zien. Die staat al online als jullie deze vlog bekijken. Dus ik weet niet of die er dan nog is, maar je kan altijd even een kijkje nemen. En dat is deze schaal. Echt, maar die schaal alleen vind ik al echt helemaal geweldig. Kijk dan, echt super mooi. En daar heb ik dus een droogbloemstukje in gemaakt. Nou, dit blijft natuurlijk ook gewoon mooi. Dus daar ben ik echt heel enthousiast over. We hebben allemaal heel mooi opgemaakt. Glas natuurlijk klaar met voorjaarsbolletjes en stukjes. Hier ook het een en ander. En natuurlijk genoeg keus aan planten. Tijd om even wat boeketten te gaan maken. Ik ga nou eerst beginnen met dat plukboeketten. Maar ook wat structuurboeketjes en dat soort dingen. Dus even weer wat moois klaar staat. Oh jongens, kijk deze viburnum. Je moet er gek op zijn, maar ik vind het zo mooi. Ik vind het ook in plukboeketten echt prachtig. Wat ik zelf bijvoorbeeld ook heel leuk vind, is om nu in deze tijd voorjaarsbolletjes in structuurboeketjes te doen. Die maak ik dan schoon en zet ik op een stokje. Ik vind dat een heel leuk effect. Lekker voorjaar. Thank you.
om met tulpjes aan de slag te gaan. Altijd super leuk dat ze er weer zijn. Ik vind het altijd leuk met bosbes, maar je kunt natuurlijk met heel veel materiaaltjes mengen. Ik ben er wel gek op. Ik vind het wel mooi vrolijk. Voor mij mag het voorjaar sowieso wel komen, moet ik zeggen. Gewoon ga je tijd. Nu is vandaag sowieso triest buiten. Het is echt verschrikkelijk vies weer. Niks aan. Maar goed, gelukkig heb ik dat ook niet in de hand. Nu tijd voor een klassiek gemengd boeket. Ga ik ondertussen eventjes wat klein glas opmaken. Dus leuke toefjes op glas en dat soort dingen. En ja, het schiet al mooi op. De tijd gaat ook snel, moet ik zeggen. Altijd leuk als je bij iemand eventjes op de koffie gaat. Al is dat nu natuurlijk niet helemaal zo vaak het geval met één persoon. Maar of gewoon een leuk aandenken dat je toch aan diegene denkt in deze tijd. Dat is ook leuk. Gewoon een klein koffieboeketje. Een biermeidje. En een lief kleiner plukboeketje. Ook altijd leuk. Zo, het is ondertussen 11 uur en het is tijd om deze stapel met bestellingen weg te werken voor vandaag. Dus alles inpakken en dan kan het vandaag goed posten. Dan hebben mensen morgen weer naar huis. Dus dat is fijn, ga ik afwerken. En dan is het straks ook weer tijd om pauze te houden. Dus de ochtend alweer voorbij, echt de tijd vliegt. Maar goed, nog genoeg te doen en de schouw verder. Jongens, kijk deze visjes allemaal gelukkig zijn. We hebben nieuwe visjes trouwens, deze. Het zijn ook piranha's, ze lijken eigenlijk heel lief, maar ze zijn het niet. Kijk, bij deze kan je de tanden al zien. Ik zit in de doos. Zo, de pauze is weer voorbij. Mijn maag is weer gevuld. Het zee is nog niet op, maar er kwamen net twee pallets binnen met allerlei mooie potten weer. Dus ja, er is gewoon genoeg werk aan de winkel, dus we gaan gauw verder. Ik neem jullie weer mee. Zo, ik ben nu bezig met een hart om die helemaal mooi op te vullen, op te binden. Bijna af, dus even het laatste stukje afmaken en dan... Is hij klaar? Zo, ondertussen is het eind van de dag en ga ik nog even een videootje opnemen. Het is al avond trouwens, maar ja, ik ga nog een video opnemen, want er komt een Valentine's special online. Als je kijkt, dan staat hij denk ik al online, maar... Ja, ik dacht het is wel even gezellig om nog wat speciaals te doen voor Valentijnsdag. Al staat er ook al een mooie video online met een hart. Maar deze vond ik gewoon leuk om nog eens extra te doen. Dus daar ga ik nou mee aan de slag. En ik ga jullie morgen meenemen. En dus tot morgen. Goedemorgen. Het is donderdag. En ja, ik ben alweer lekker in de winkel. Het is nog vroeg. Ik heb gisteren, ik vertelde al dat ik die video online had gezet van... De teakhouten schaal met droogbloemen. Nou kreeg ik heel veel vragen of ik hem ook wel maken met verse bloemen. Nou ja, uw vraag gaat draaien. Dus ja, die ga ik vandaag ook nog even opnemen. En voor de rest ben ik gewoon echt lekker in de winkel aan het werk. Ik moet heel veel echt wel echt opruimen en orde maken. Want ja, we hebben natuurlijk voor de winkel
helemaal geïnstalleerd, zodat iedereen het van buiten goed kan zien. Maar achter is het echt een grote bende en chaos. En door de drukte gewoon niet aan toegekomen om überhaupt het op te ruimen. Dus dat staat vandaag ook op de planning. En ja, voor de rest weer heel veel leuk bloemwerk maken. Dus we zullen zien. Ik bedoelde deze. En die ga ik dan ook even met verse bloemen maken. Ja, die schaal is gewoon echt prachtig. En als je inderdaad niet van droogbloemen houdt, dat kan natuurlijk, dan is het met verse bloemen wel heel mooi. En deze vind ik zelf ook leuk. En misschien zit het ook wel leuk voor een DIY. Dus vind je dat leuk? Laat even weten. Zo, het is tijd om te beginnen met inpakken van de DIY pakketten. En jongens, kijk deze prachtige rozen. Deze die komen in het DIY pakket, de gebonden in kleur. Ik zal eventjes een foto hier in beeld doen, dan weten jullie een beetje waar het over gaat. Maar echt, die rozen zijn echt prachtig. Kijk dan. Supermooi. Dus dat gaan vast mooie bloemstukken worden. En ik ga verder met pakketten inpakken, want het zijn er aardig wat. Eventjes een begin maken. En dan zullen we zien hoe ver we komen. Morgen, het is vrijdag en het is nog vroeg, maar het komt omdat ik nu nog even ga editen, de video van zaterdagochtend. En meestal werkt dat vooruit, maar omdat de vraag was naar die ziekenhuisschaal, zag ik dat later, doe ik dat nu met later. Maar kijk, de bloemetjes staan er allemaal weer heel mooi bij. Dus, maar dat straks. Ik ga nou eerst achter de computer en zorgen dat de video klaar komt. Zo, we zijn weer in de winkel. Oh, ik heb extra lekker sjaal gedaan, want jongens, het is koud. En ze voorspellen voor volgende week min 10 graden en gevoelstemperatuur min 20 graden. Nou, lekker. Ik hou er al helemaal niet van kou. En de winter, laat het voorjaar maar gewoon beginnen. Maar goed, ik moet ook niet klagen. Ik ga het bord naar buiten doen en de voorjaarsbolletjes naar buiten doen. Gisteren heel veel mooie voorjaarsbolletjes binnengekregen. Dus dan toch een beetje voorjaar. En dan ga ik bestellingen maken en dan boeketten maken voor de winkel. Want die zijn gisteren hard gegaan. En ja, gauw aan de slag. Zo, ik heb jullie even op een kazenstandaard gezet. Het is perfecte hoogte. En normaal gezegd, ik heb wel een statief en zo, maar dat werkt soms niet zo makkelijk. Als je, ja, met gewone video's wel, maar met vloggen wat minder. Ik ga een boeket maken, een bestelling met mooie rozen. Dus dat is leuk. En volgende week is trouwens Valentijn. Ja, als jullie deze video kijken, dan is het al eerder en misschien is het al wel rond die tijd. Maar dat vind ik altijd zo'n leuke dag. Ik ben wel nieuwsgierig, doen jullie zelf aan Valentijnsdag of niet? Ik vind dat echt een leuke dag in de winkel. Nou, weet ik niet hoe het dit jaar zou zijn natuurlijk. Het zal ook allemaal anders zijn. Oh, ik grill nog helemaal. Het is buiten echt... Het was buiten echt heel koud. Dus ja, we zullen zien. En al helemaal als er zoveel sneeuw valt natuurlijk. We wachten gewoon af. Aankomen. Dacht ik, er zijn weer allerlei leuke boeketjes klaar. Structuurboeketten, plukboeketten, wat gemengde boeketjes, zo'n mooie roosjes, allerlei polletjes. Zo, ondertussen is het alweer 11:30 en heb ik de bestellingen allemaal af. Er waren er aardig wat, maar die zijn klaar. Maar de winkel, de boeketjes zijn bijna allemaal weer verkocht, dus ik maak even gauw wat boeketjes weer bij voor de winkel. Nee, ik vind deze kleurcombinatie altijd heel leuk. Het paarse met het blauwe. Zo, ik heb nog een uurtje over voor de pauze. Dus ik ga eventjes alvast beginnen met de pakketten die op de post gaan. Dit krijg je heel veel droogbloemen. Ook heel leuk. Dus die ga ik nou eerst even klaarmaken voordat het pauze is. Vaak als ik alleen ben, hou ik ook geen pauze. Maar ik probeer het toch wel, want het is echt wel... beter om wel te doen natuurlijk. Zo, zoals je achter me ziet ben ik weer pakketjes aan het pakken. En gaan er weer heel veel mensen blij gemaakt worden. Dus ga ik gauw afmaken. En dan kan het vandaag allemaal nog op de post. En dan ga ik de zooi hier opruimen.
Goedemorgen. Door de drukte ben ik gewoon vergeten de vlog helemaal af te sluiten en verder af te ronden. Maar ik vroeg me vorige week af of het zou gaan sneeuwen. Nou, daar doet het. Hiervoor heeft Brian het gelukkig een beetje vrijgemaakt, dus dat is wel fijn. Maar voor de rest, wat een sneeuwduinen. Is dat overal in Nederland zo? Laat het even weten. Ja, ik kan de spullen nu niet buiten zetten met het weer. Dus dat is wel jammer, maar we zijn op afspraak geopend, dus het gaat allemaal wel door. Daarnaast heb ik heel veel bestellingen weg te werken. Maar ik wou toch even de vlog afsluiten. En jullie hebben nog een winnaar van mij te goed van de Valentijnsactie. Dus die komt hier in beeld. Gefeliciteerd als je hebt gewonnen en heel veel plezier ermee. Het Valentijnshart komt jouw kant op. Maar goed, ik ben benieuwd wat jullie van de vlog vonden. Vond je het leuk om een keer zo een kijkje te nemen in mijn winkel? Laat dan vooral even een leuke reactie achter. Dan weet ik of jullie dat leuk vonden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doeg!